Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeeld.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar het verschil tussen combinaties en permutaties of op je grafische rekenmachine het verschil tussen NCR en NPR. Ik ga dit direct aan de voorbeeld of aan de hand van een voorbeeld doen. Namelijk, stel ik loop een ijskozaak binnen en ik kan kiezen tussen aardbeienijs, bosbessenijs en karamelijs. En ik kan behalve hier tussen kiezen ook nog eens een keer kiezen uit een bakje waar ik mijn ijsjes of waar ik de bolletjes ijs in wil hebben, of een horentje waar de bolletjes ijs bovenop komen te liggen. Dan gaan er verschillende dingen meespelen. Namelijk, in zo'n bakje met ijs kan ik het volgende doen. Daar kan ik namelijk een bolletje aardbeienijs en een bolletje bosbessenijs in doen. En dan heb ik een ijsje met twee smaken, aardbei bosbes. Dat kan ik ook met het horentje doen. Dan kan ik ook aardbeienijs en dan bosbessen opstoppen. En dan heb ik een ijsje of een horentje met aardbeienijs en bosbessenijs. Alleen, ik kan ook, en daar zit hem de truc al in, ik kan ook bijvoorbeeld een horentje nemen met onderop het bosbessenijs en daarboven het bolletje aardbeienijs. Dus daar zit een verschil. En dat is het verschil eigenlijk per direct al tussen combinaties en permutatie. Oftewel, volgorde onbelangrijk. En volgorde belangrijk. Goed. Op je rekenmachine ook handig om te weten, gebruik je hier de NCR van combinatie. En hier gebruik je de NPR voor permutatie. Ik laat zo ook nog een keer zien hoe je het in je rekenmachine invoert. Maar we gaan eerst even kijken naar wat nu letterlijk de mogelijkheden zijn. Namelijk, in het kommetje met ijs hebben we mogelijkheid 1. Dat is kommetje met aardbeienijs en bosbessenijs. Mogelijkheid 2. Een kommetje met aardbeienijs en karamelijs. Mogelijkheid 3. Een kommetje met bosbessenijs en karamelijs. Ik heb gewoon zomaar willekeurige smaken voor ABC gekozen. Ik raad deze smaakcombinaties niet altijd aan. Maar goed, AB, AC, BC. Deze combinaties zijn mogelijk en meer mogelijkheden zijn er niet. Want als ik in een kommetje bosbessen en aardbeienijs zou stoppen, is hetzelfde als wanneer ik in dat kommetje aardbeien en bosbessenijs heb gestopt. Dus volgorde is niet van belang. Alleen als ik bij de permutaties nu ga kijken en ik ga ijsjes stapelen, dan heb ik ineens de optie tussen onderop aardbeienijs en daarboven bosbessenijs. Onderop aardbeienijs, daarbovenop karamelijs. Onderop bosbessenijs, bolletje daarbovenop aardbei. Bosbessenijs met karamelijs. Karamelijs met daarbovenop een aardbeibolletje. En karamelijs met erbovenop een bosbessenbolletje. Dus ik heb hier
zes combinaties tegen de drie mogelijke combinaties die ik zou hebben gehad als de volgorde niet uitmaakt. Let even op, dit hele voorbeeld is wel opgebaseerd dat je twee verschillende smaken neemt in je kommetje. Als je twee dezelfde smaken in je kommetje mag hebben, dan zitten we in een ander stukje rekenwerk. Maar ijsjes met twee bolletjes met twee verschillende smaken zijn gewoon leuker dan met één smaak. Goed, om dit nu nog een keertje te bewijzen, ga ik naar mijn grafische rekenmachine toe. Die zit hier ergens verstopt, dacht ik. Ja. En dan gaan we gelijk maar eens kijken, wat kunnen we hiermee? Nou, ik had drie smaken beschikbaar. En daar wou ik in het kommetje twee verschillende smaken uit hebben. Maar het maakte niet uit in welke volgorde, dus NCR. Eindresultaat, drie mogelijke combinaties. Ik had ook gezegd, drie verschillende smaken ijs. Maar de combinatie is van belang. Waarom gaat mijn telefoon af? Moment. Drie verschillende combinaties. Smaken zijn wel van belang. Of volgorde is wel van belang. Zes verschillende. Gaat lekker hier. Goed, eindresultaat is dus dat ik nu op mijn grafische rekenmachine precies hetzelfde heb gedaan. En dat ik uiteindelijk precies weet wat ik eruit krijg. In andere videolessen zal ik dieper ingaan hoe je NCR of NPR nu nuttig kunt gebruiken. Maar het verschil tussen de twee weten is in ieder geval de basis. Als je het verschil weet, kun je hiermee verder. Goed, ik ben Jan Willem van voorbed.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg hebt gehad. Bedankt voor het kijken.